We staan hier bij een amfibiepoel. Amfibiepoelen, dat zijn belangrijke elementen in het landschap als voorplantingsplaats voor kikkers, padden, salamanders. Maar ook als leefgebied voor libellen en waterkevers. En verder ook als drinkplaats voor vogels, zoogdieren, noem maar op. Om zo'n poel in stand te houden, zul je regelmatig onderhoud en beheer moeten uitvoeren. In dit geval is het belangrijk om te voorkomen dat de poel te sterk beschadigd gaat worden door boom- en struikopslag. We zien hier bijvoorbeeld achter ons een wilg, een behoorlijk uitgegroeide wilg. En die zal teruggesnoeid moeten worden omdat die te erg overhangt op de poel. Een ander belangrijk aspect is ook de oevervegetatie in dit geval. Hij is vrij eenvormig aan de orde hier door grote egelskop. En om dat een beetje gevarieerder te maken, gaan wij een deel van die egelskop met een kraan weghalen om zo ruimte te scheppen voor andere oeverplanten. Een ander ding bij deze poel waar je aan moet denken is het voorkomen van te veel nieuwe boom- en struikopslag op de oevers en de omgeving. Want ook hierdoor ontstaat natuurlijk op termijn beschaduwing. Achter mij zie je bijvoorbeeld heel veel elzenopschot. Dat elzenopschot zal ook allemaal weggehaald gaan worden om te voorkomen dat deze uitgroeien tot bomen die wat weer voor schaduw op die poel kunnen zorgen. En daarnaast ook voor blad- en takafval. Dus de aandachtspunten bij deze poel zijn het voorkomen van beschaduwing, beperken van de boom- en de struikopslag in de oevers en het zorgen voor een gevarieerde oevervegetatie door gefaseerd op te schonen.